het fantastische genre in Nederland. Dan heb ik het over sci-fi, fantasy, horror, magisch realisme en meer. Is anders dan in het buitenland. Of is het niet anders? Het wordt misschien minder gelezen in Nederland. Ik vind het interessant. En ik wil het er graag over hebben met anderen die daar ook iets van vinden. En een daarvan is Johan Klein-Haneveld, met wie ik vandaag ga spreken. Hoi, ik ben Robin Roosendaal en op dit kanaal heb ik het over tekenen, schilderen, schrijven, fantasy en alles wat ik super interessant vind. Vind je dat soort dingen ook leuk? Dan vind ik het heel leuk als jij lid wordt van mijn kanaal. Druk even op de grote abonneerknop hieronder en ook op het belletje. Dan krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video upload. En in deze video wil ik het dus gaan hebben over schrijven en fantasy. Schrijven klinkt een beetje gek misschien in deze context, maar ik wil het hebben over het fantasy genre in Nederland, omdat wij daar graag in schrijven. Dus dan willen we ook weten, hoe zit het met die markt? En ik ga het daarover hebben met Johan Klein-Haneveld, die hier bij mij op bezoek is. Ja, leuk om weer te mogen zijn. Ja, zeker leuk om Johan hier te hebben, want Johan is wel iemand die is super actief op social media ook. En heeft het altijd over ja, het fantasy en sci-fi wereldje in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus hij is typisch de persoon met wie ik het daar eens over wilde hebben. En ik denk dat dat heel interessant kan zijn. Ja, mocht je meer willen weten over Johan, check dan eventjes de beschrijving onder deze video. Daar zal ik alle links zetten naar waar je hem kunt vinden, waar je hem kunt volgen. Doe dat zeker, want hij post heel veel interessante dingen over fantasy en sci-fi. En hij schrijft ook nog boeken natuurlijk. Ja, dus check dat zeker. Nou, wat ik nou merk, sinds een aantal jaren ga ik naar beurzen en fantasy festivals en zo. En dat heb ik ook nog maar soort van dus net ontdekt. En ik vind dat fantastisch leuk. Maar ik heb ook een beetje de indruk dat fantasy en sci-fi, het lijkt wel alsof het voornamelijk op die beurzen en festivals leeft. Is dat iets wat jij ook merkt? Ik denk dat je daar de meeste liefhebbers van het genre tegenkomt. In ieder geval het fantasy. Er is ook wel een online groep op Facebook, zoals de Science Fiction en Fantasy Boekenclub. En blogs waar het ook leeft, en een aantal tijdschriften. Ja. Maar die zijn wat minder zichtbaar voor het publiek. Ja. En die festivals zijn ook nog wel een soort van klein wereldje dat door de gemiddelde Nederlander met een vorm van verbazing wordt bekeken. Nou ja, als ik nog maar terugdenk aan zeg maar 2010 of 12 of zo, toen was ik daar dus nog nooit geweest. En dan hoor je er een keer misschien iets over, maar niet echt. Het is nog niet dat ik dacht, oh, daar moet ik naartoe. Nee, nou, er zijn geen science fiction fantasy schrijvers in ons land die zo'n media aanwezigheid hebben als een George Martin met zijn Game of Thrones of een Neil Gaiman. Ja. Die soort van de rockster van de Britse fantasy schrijvers is. Ja. Of een Terry Pratchett. Of een, ook in de Nederlandse literatuur is weinig aandacht voor science fiction en fantasy, laat staan horror. Ja. Thomas Oldeheuvelt kennen we allemaal als de doorgebroken schrijver. Ja. Maar die wordt dan ook gebracht alsof hij een uitzondering is en de enige in Nederland die het schrijft. Maar en ik zie hem, hij wordt niet echt meer gemarket als het fantastische genre. Want ja, daar vind ik hem wel een beetje onder vallen, maar hij wordt meer weer neergezet als thrillers. Nou, wat hij schrijft is gewoon bovennatuurlijke horror. Dus ja, het is zo fantastisch als wat. Maar ja, in Nederland, als je zegt het is fantastisch, dan leest kennelijk niemand het. Dus dat is het idee van de uitgevers. Ja, dat denk ik, ja. En hij zelf misschien ook, want hij is ook niet iemand die zegt ik schrijf in het fantastische genre. Nee, maar hij is wel begonnen in een fantastische genre. Dat ik ontmoette hem op fantasy festivals in het verleden. Maar ik denk dat hij ook meegaat met een marketing insteek. Dat als hij zich associeert met dat genre, dat mensen dan zijn boeken niet meer leuk vinden. Ja. Maar hartstikke gaaf dat er een schrijver is die dat publiek krijgt. Maar hij draagt niet per se bij aan de zichtbaarheid van het fantastische genre. En dat zie je bij een schrijver als George Martin, die wordt gezien als fantasy schrijver. En draagt bij aan de zichtbaarheid van het fantasy genre. Ja. En in Nederland hebben we dat niet. Dan speelt het zich inderdaad af op de fantasy festivals. Ook nog in een tent achteraf op het festivalterrein. Ja. Waar een toevallige voorbijganger voorbij schuifelt. Ja, klopt. Ja. Nou moet ik zeggen, ik vind die festivals en beurzen fantastisch leuk. Oh ja, natuurlijk. Dus ik zal ook eventjes wat linkjes hieronder zetten over de festivals, de beurzen, maar ook die Facebookgroepen die je net noemt. Want dat is wel leuk. Mocht je nou denken, ik wil hier meer van, dan kun je daar zeker terecht. Ja, maar het is een niche in Nederland. En
ja, je kunt je er hoofd over breken over hoe dat dan komt. Heeft te maken met de Nederlandse volksaard. Heeft te maken met een bepaalde verzuiling van de media, waardoor bepaalde kranten en televisieprogramma's alleen bepaalde schrijvers laten zien die uit een bepaalde omgeving komen. Ja. Of heeft te maken met hoe wij over kunst denken in Nederland. Dat het zwaar en opvoedend moet zijn en dat het niet vermaak mag bieden. Ja, ja. Er zijn verschillende redenen denkbaar. Ik verbaas me er wel over dat in andere taalgebieden het wel geaccepteerd is en breed gelezen wordt. Nou ja, als we kijken naar het Engelse taalgebied. Ik heb net in een nieuwsbrief van Maria Staal, die ook veel hierover schrijft, gelezen dat fantasy en sci-fi de derde plaats inneemt van meest gelezen boeken in het Engelse taalgebied. En denk ik, wow, dat is dus, dat wordt veel gelezen. Ja. Wat is dan denk je het verschil tussen het Engels taalgebied en het Nederlands? Ik denk dat het dus die zichtbaarheid is waar we het over hadden. En ik denk dat er door die zichtbaarheid dat er meer marketing is voor science fiction en fantasy boeken. Ja. En ik denk dat de kwaliteit van de boeken ook hoger is gemiddeld. Van de boeken die bij de grote uitgevers worden uitgebracht en een grote publiek bereiken. Ja. Ja, ik heb ook wel eens het argument gelezen, we zijn natuurlijk met minder gewoon in het Nederlands taalgebied. Dus de kans dat er dan iemand tussen zit die echt zo goed is, is gewoon kleiner omdat je minder mensen hebt, zeg maar. Dus ja. Er wordt gewoon zoveel meer geschreven in het Engels taalgebied, dat je dus ook meer uitschieters hebt. Ja, maar bijvoorbeeld als we kijken naar thrillers in Nederland, dat genre doet het best wel goed. Er zijn best wel veel Nederlandse thrillerschrijvers die ook best wel een groter publiek bereiken en met posters op NS-stations worden geadverteerd. Dus waarom zou dat dan niet zo kunnen zijn voor de science fiction en fantasy in Nederland? Ja, wordt er dan, zou je dan zeggen, wordt er nog veel meer thrillers geschreven dan mogelijk, van fantasy? Maar waarom is dat? Waarom schrijven dan niet meer mensen science fiction en fantasy? Ja. Of is dat juist omdat ze de cirkel in stand houden, dat ze denken, ja, maar thrillers worden verkocht in Nederland, dus dan schrijf ik dat. Ik weet dat er science fiction schrijvers zijn in Nederland die uitkomen met een thriller, omdat dat verkocht wordt, omdat ze daar een uitgever voor kunnen vinden. En zolang grotere uitgevers geen science fiction fantasy boeken uitbrengen, ook van Nederlandse schrijvers, dan zal het klein blijven. Ja. En ik ben heel erg blij met de kleine uitgevers die er in Nederland zijn. En ook al vragen ze soms bijdragen van auteurs of bereiken ze niet een enorme grote markt of bereiken de boeken de boekwinkel niet. Daardoor zijn er in ieder geval science fiction en fantasy boeken van Nederlandse bodem. Ja. En is er een publiek voor. Ja. Maar zolang grote uitgevers en boekwinkels en kranten wantrouwend blijven naar die genres, dan wordt die cyclus in stand gehouden, omdat dan ook science fiction schrijvers gaan zeggen, oh, dan schrijf ik wel een thriller, want dat wordt uitgegeven. Ja. In plaats van met een op hun niveau met een geweldig science fiction of fantasy boek te komen. Ja. Ja. Denk je dat in Nederland de fantasy en sci-fi die hier geschreven wordt, denk je dat die anders is dan in het Engelse taalgebied? Ik denk dat er een Nederlandse twist is in het science fiction en fantasy genre. Maar de Nederlandstalige fantasy en science fiction is wel heel erg beïnvloed door de Anglo-Saxische science fiction fantasy. Ook omdat heel veel Nederlandse lezers eigenlijk vooral of alleen maar in het Engels lezen. En ook heel veel Nederlandse schrijvers met name in het Engels lezen. Ja. Dus ik denk dat heel veel Nederlandse science fiction en fantasy wordt beïnvloed door het Engelse taalgebied. En je ziet wel dat schrijvers als Thijs Teng een heel erg Nederlandse twist proberen te geven aan het genre. Ook wel een heel nieuw genre als siltpunk te verzinnen. Ja. En in ieder geval verhalen in een Nederlandse situatie laten afspelen. Maar de meeste schrijvers zijn beïnvloed door het Engelse taalgebied. Ja. Maar ook nog eens door de populaire boeken daarvan. Ik heb mezelf bijvoorbeeld wel eens verbaasd waarom heel veel van de Nederlandstalige fantasy die uitkomt nog in de traditionele Tolkien-achtige sfeer zit van de epische fantasy, middeleeuws aandoende wereld, een kweesten narratief. Terwijl in het buitenland, in het Engelse taalgebied, fantasy veel breder is ontwikkeld met de New Weird van China Myville, met de Grimdark boeken van Joe Abercrombie, met fairy tale fantasy. Maar al die invloeden zie je veel minder terug in de Nederlandstalige fantasy. Eigenlijk worden heel veel mensen kennelijk wel geïnspireerd door schrijvers als Robin Hobb en Earl Jordan. Maar minder door China Myville of Joe Abercrombie. Ja. Dus ook nog dat de invloed komt van de grote populaire schrijvers.
En minder van de nieuwe ontwikkelingen. Dus het genre loopt in Nederland ook nog een jaar of 20 achter, voor mijn beleving. Uitzonderingen daar gelaten, want er zijn natuurlijk altijd schrijvers die wel voorop lopen in ontwikkelingen. Ja. Maar de grote hoofdmoot van het genre loopt behoorlijk achter op ontwikkelingen die ik internationaal zie in de fantasy en de science fiction. Ja, hoe komt dat, denk je? Nou, ik denk dat het ook komt door hoe de fantasy ons bereikt. Dat eigenlijk die populaire boeken van Robert Jordan en... Die bereiken ons eerder natuurlijk. Die bereiken ons eerder en in grotere aantallen dan boeken waar je eigenlijk een beetje naar moet zoeken. Ja. Ik denk ook dat tv en film een grote invloed heeft. Tuurlijk, dat zijn natuurlijk ook vaak verfilmingen van de grote... Ik bedoel, nu wordt The Wheel of Time verfilmd voor Robert Jordan. Ja. Ja, dat zijn toch de eerste waar je dan van hoort natuurlijk. Ja, en die ook heel erg bijdragen aan de populariteit van die boeken in het Nederlandse taalgebied. Ja, ik ben het ook opnieuw gaan lezen, The Wheel of Time. Ja, en omdat misschien het Nederlandse genrewereldje zelf te klein is om intern vernieuwing te genereren. Dat je dus, dat is gewoon die impulsen voor vernieuwing in het genre hier zwakker zijn dan daar. Als je moet concurreren met veel meer hoogstaande schrijvers en je moet onderscheiden met iets nieuws. Dan moet je met iets originelers komen, mogelijk in het Engelse taalgebied, voordat een uitgever zegt van, oh... Ja. Dat wil ik uitgeven. Als je in het Engelse taalgebied nu met een Tolkien-achtige fantasy komt, met een kreeste narratief en elfen en dwergen en een middelbaar aandoende wereld, zal die zeggen, ja, sorry. Dat kennen we wel. Doe iets als N.K. Jemisin en doe iets origineels. Ja, dus je zou bijna zeggen, want kijk, ik ben ook super blij met alle kleine fantasy-uitgevers die we in Nederland hebben. En fantastisch dat ze dat uitgeven. Dat ze misschien toch strenger zouden moeten zijn. Ja, dat is het nadeel van het systeem. Dat als jij schrijvers laat betalen om bij jou een boek uit te brengen, dat je ook niet al te hoge eisen kunt stellen. Ik zou zelf ervoor pleiten dat er meer goede recensenten zouden moeten komen. Tijdschriften die goede recensies plaatsen. Blogs die niet alleen maar zeggen ik vond het boek leuk. En dat over alle boeken zeggen die voorbij komen. Maar mensen die wat dieper graven naar waar staat dit in de stroom van de fantasy. Is dit vernieuwend of is dit ouderwets? Is dit... goed geschreven of bevat dit clichés? Ja. Want als de selectie niet ligt op het gebied van de uitgevers, dan moet het op het andere punt liggen. Ja. De Engelstalige boeken die ons bereiken, daar wordt ook heel veel zelf uitgegeven. En er zit ook heel veel pulp bij. En boeken van een slechte kwaliteit. En boeken waar als je de covers ziet op blogs over self-publishing. Ja. Dat de rillingen je over de rug lopen. Omdat de titel in Comic Sans staat afgedrukt. Ja. Maar die boeken bereiken ons in Nederland helemaal niet. Ja. Alleen de beste van de beste Engelstalige boeken bereiken ons. Dus als je in het American Book Center in Amsterdam voor de kast met fantasy en science fiction staat. En je pakt een boek uit de kast, dan is 99% zeker goed geschreven. Ja. Maar is nog een vraag of anders verhaal was het hier niet terecht. Anders was het hier niet terechtgekomen. Anders had die filters niet gepasseerd voordat die in Nederland in de boekenkast staat. Ja, wat we natuurlijk te zien krijgen hier van het Nederlands fantasy genre, daar zijn in feite geen filters. Nee, dus als je een boek pakt, dan moet je maar hopen dat het goed geschreven is. En dan moet je maar hopen dat het een goede redactie is geweest. En dan moet je maar hopen dat het plot origineel is. Ja. En want dat kan je verder eigenlijk er niet goed aan zien. Ja. En je kan er ook niet van uitgaan dat als een boek bij een relatief grote uitgever als Luiting, je kan er niet goed van uitgaan dat het met de kwaliteit wel goed zit. Ja. Dus dan is het ook veiliger om Engelstalige boeken te lezen. Die door al die filters zijn gegaan. Ja. Dus we hebben betere recensies nodig. Dat is een ding. Ik denk misschien ook toch strengere uitgevers. Ja, dat zou goed zijn. Ik zou daarvoor zijn. Ik hoop ook dat ik nu nog kleine uitgevers, als meer lezers krijgen, meer budget krijgen om zelf te investeren, waardoor ze ook strenger en selectiever kunnen zijn bij wat ze uitgeven. Ja. Is er daarnaast nog meer wat zeg maar, ons genre een boost kan geven in Nederland? Ja, ik denk dat de recensies zijn een belangrijke, maar ook dat we met elkaar meer praten over het genre, als schrijvers en als lezers. Dat we meer praten over wat is nou een goed fantasyboek, wat maakt nou een science fiction boek vernieuwend. Hoe werkt een goed horrorverhaal nou eigenlijk? Ja. En waar staan boeken in de traditie? Ja. En dat we dat selectieve lezers ook echt aan andere mensen vertellen wat ze een goed boek vonden. Ja. Maar ik denk ook dat de verantwoordelijkheid van de schrijvers zelf is om aan hun eigen kwaliteit te werken. En om het ook echt te zien als een vak. Voordat we dit filmpje opnamen, zeiden we dat tegen elkaar, dat er een verschil is tussen tekenen en tussen schrijven. Dat iemand die voor de hobby tekent, niet direct bij zijn eerste tekening zegt, oh, ik ga een galerie opbellen, want ik wil dat dit bij iemand anders aan de muur komt hangen. Ja. En zelfs niet als iemand al jaren tekent, dat hij dan niet opeens zegt van, oh ja, maar nu ga ik mijn geld mee verdienen.
Ja. Terwijl bij schrijven heel veel mensen bij het eerste manuscript eigenlijk al zeggen, oh, nou ga ik een uitgever zoeken. Ja, en als ik geen uitgever vind, ga ik het zelf publishen. Ja. Terwijl het net zo'n kunst is en een vak als tekenen. Ja. En ook als je als fotografeert, ja, iemand die vakantiekiekjes schiet en ook nog leuk vindt om mee te spelen met compositie, die gaat niet opeens zijn diensten aanbieden op internet als fotograaf en tijdschriften aanschrijven. Terwijl schrijvers wel direct bij hun eerste werk willen dat andere mensen daarvoor betalen. Misschien komt het ook nog doordat als je een boek schrijft, dat is op, ik bedoel, een boek afschrijven is al een prestatie. Ja, ja, dus daar werk je dan zo lang aan dat je daardoor, kijk, een tekening is over het algemeen minder lang werk. Klopt. Dus misschien dat je daardoor als schrijver eerder denkt, dit kan wel uitgegeven worden, ik heb hier zo lang aan gewerkt. Ja. Zoiets. Nou, ik wil zelf de lat voor mezelf hoog leggen. Dat ik in ieder geval zelf probeer iets te schrijven waar ik echt trots op ben. En dat kan meedoen met de internationale boeken. Ja. Ik weet zelf niet 100% of ik daar ben, maar dat is wel mijn streven. En om steeds te blijven groeien en leren. Ja. Hoe doe jij dat dan? Want dat is inderdaad wel, hey, ik wil zelf ook graag kwaliteit maken. En dat vind, daar streef ik voor. Maar wat is voor jou de manier om je kwaliteit dan te verbeteren, zeg maar? Nou, de eerste, en dat is helaas in Nederland controversieel om dat onder fantasy-schrijvers te zeggen, is dat je veel moet lezen. Ik vind ook, voor mij is dat niet controversieel, ik vind dat heel logisch. Nou, er zijn mensen die er anders over denken, ja. Maar ik geloof niet dat je een kwalitatief goede schrijver kunt zijn zonder dat je veel leest. En zonder dat je ook veel uit je eigen genre leest en de nieuwste boeken ook tot je neemt. Ja. Dat je weet wat er gebeurt, maar ook dat je kritisch leest en gaat nagaan van hoe doet een auteur dit nu? Hoe zorgt een auteur voor de spanning in dit verhaal? Ja. Hoe weet een auteur nou subtekst te leggen in dialogen? Gaat een auteur om met uitleg over de verhaalwereld? Geeft hij daar een hele paragraaf voor of verweeft hij dat in het verhaal? Ja. Als je dat als schrijver kritisch leest, dan kan je al heel veel groeien. Ik vind ook dat je daar superveel van kunt leren. Ja. Ja. Verder is openstaan voor kritiek, dat is heel erg moeilijk. Ik vind het zelf ook heel erg moeilijk. Want ja, je bent toch, elk boek is je kindje. Ja. En het is heel erg moeilijk als iemand anders daar iets over te zeggen heeft. Maar ja, het is ook jouw ervaring dat je van schrijfgroepjes heel veel kunt leren. Ja, oh, ontzettend. Ik ben dol op schrijfgroepen en kritiek leveren op elkaar. Ja, ja. Kritiek klinkt zo hard of zo. Feedback. Maar als je samen praat over het verhaal en met elkaar ontdekt, hey, dit kan nog beter. Dat vind ik fantastisch. Ik vind het wel geweldig als een boek beter wordt. Ik kan me voorstellen dat het nog anders is als ik mijn eerste boek heb uitgebracht en dat dan iemand zegt, ja, maar dit. Dat ik denk, ja, maar nu kan ik er niks meer aan doen. Ja, ik vind ook niet, sommige mensen schrijven recensies en die zeggen wel, ja, dat is bedoeld voor de schrijver, want ik kan hiervan leren. En dan denk ik, dat is niet de rol van recensies. Nou ja, als je het in je volgende boek kan meenemen. Ja, maar dat is niet waarom recensies geschreven worden. Recensies zijn er voor de lezer. Recensies zijn er zodat ik kan zien van, wil ik dit boek lezen? Ja, dat is waar. Ja. Dus ik vind het ook niet mijn plicht om negatieve recensies van mijn boeken te lezen. Ja. Want ik hoef ze niet meer te lezen. Ik heb ze al gelezen. En kennelijk waren ze voor die recensent niet interessant. Ja. Maar ik denk wel dat je met elkaar als feedback kunt geven. En verder geloof ik dat als het ecosysteem groter wordt van schrijvers en lezers en publicatiemogelijkheden, dat dan beter de goede werken naar de top komen drijven. Als er meer als er tijdschriften zijn en bundels waar je wordt betaald voor verhalen, zoals Vonk, Magazine, de HSF en Edge Zero, dan komt daar ook de kwaliteit boven drijven, want voor kwalitatief minder goede verhalen betalen ze niet. Ja. En hoe meer geld ze beschikbaar hebben om schrijvers te betalen, hoe selectiever ze kunnen zijn met welke schrijvers ze plaatsen. Ja. Daarom zeg ik niet dat er minder fantasy en science fiction zou moeten worden geschreven in Nederland. Hoe meer mensen er schrijven, hoe beter. Ja. Want we hebben een groter ecosysteem nodig om juist die kwaliteit boven te laten drijven. Ja, ik heb het vaak op dit kanaal over, hè, dat ik inderdaad wil dat het genre een boost krijgt. Vind je het überhaupt nodig dat het genre een boost krijgt? Ja, wat is nodig? Kijk, ik wil graag meer boeken verkopen. Ja. Dus uit dat betreft is het nodig. Ja. Waar ik het ook voor nodig vind, is ik wil ook graag goede Nederlandse boeken lezen. Ja. Ik vind het ook als schrijver belangrijk om in het Nederlands te lezen. Ook voor mijn eigen schrijven, maar ook omdat ik vind van, ook trots ben op het feit dat er Nederlandse schrijvers zijn. Ja. Dus ook voor mij als lezer is het nodig dat er betere Nederlandstalige boeken komen. Is het nodig verder? Ja, ik denk dat het heel erg veel leuke boeken kan opleveren. Ik denk namelijk dat wij als Nederlandse schrijvers geen enkele reden hebben waarom we zouden onderdoen
voor Engelstalige auteurs. Ja. Ik geloof dat er in Nederland ook schrijvers zijn die kwalitatief hoogstaand werk kunnen produceren. Nou, misschien dat ze niet het niveau van Neil Gaiman kunnen halen, want dat is er maar één. Maar er zijn schrijvers die ook geweldig werk kunnen produceren en die fantastische werelden kunnen scheppen. En dat gaat misschien verloren als ze ontmoedigd worden door de staat van het genrewereldje. Nou, ja. Ik wil die boeken lezen van Nederland. En er zijn Nederlandse schrijvers met enorm veel verbeelding en met enorm veel talent. En dan moet er niet die cultuur zijn waardoor mensen als Martin Toner naar Ierland uitweken omdat mensen zijn werk niet serieus namen. Ja. Maar dan moeten we ook science fiction en fantasy in Nederland serieus nemen en zeggen, hé, maar dat is het waard. Ook om kritisch te bespreken, ook om aandacht aan te besteden in kranten, tijdschriften, ja. Social media. Want ja, dat heeft gewoon ook het hele beeld dat het maar kinderachtig vermaak is. Dat is onzin. Juist science fiction en ook fantasy heeft heel veel te zeggen over de binnenwereld van mensen, maar ook over hoe wij met onze omgeving omgaan, de toekomst, de dreigingen die op ons afkomen. Ja, we doen onszelf echt tekort als we alleen maar willen lezen over realistische scenario's. Van mensen die aan de keukentafel zitten of die door de stad zwerven in een vlaag van depressie, tot als ze drugs gaan gebruiken of zo. Ja. Nee, ik vind het ook. Fantasy en sci-fi is juist het genre om te kunnen reflecteren op de wereld om ons heen. Om gedachte-experimenten te kunnen doen van wat als het zo zou werken. Weet je, ja. Het zet ons juist tot denken aan, vind ik. Ja, en als wij in Nederland een kenniseconomie willen zijn, dan vind ik het heel raar dat we juist niet het genre dat gaat over kennis en over wetenschap en over de plek daarvan in de maatschappij en mogelijke gevolgen van ontwikkelingen, dat we dat niet serieuzer nemen. Ja. Dat we wel een technische universiteiten willen hebben, maar niet willen in verhalenvorm willen nadenken over, ja, maar dat wat die technische universiteiten produceren, welke plek krijgt dat in de samenleving? Ja. Het is toch ook juist sci-fi die soms de wetenschap inspireert om dat is een vicieuze cirkel. Wetenschap inspireert de science fiction, maar heel veel wetenschappers zijn science fiction liefhebbers. Ja, ja. En laten zich dan weer krijgen ten eerste een enthousiasme voor de wetenschap vanuit de science fiction. Ja. En gaan ook de ideeën daarvan weer tot uiting brengen. Ja. Ja. Dus ik denk ook dat we onszelf tekort doen als we het maar een kleine niche voor een paar honderd mensen laten blijven. Ja, mee eens. Wat vind jij nou mooie initiatieven in Nederland die dus hun best doen om het genre te pushen? Nou, er zijn er gelukkig heel wat. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan Vonk van Tom Kruijsen, die niet alleen recensies, maar ook korte verhalen heel erg kwaliteit in Nederland probeert omhoog te krikken. Ja. Ik vind het heel mooi dat er verschillende schrijfwedstrijden zijn op het fantastisch gebied. Ja. Zou het mooi zijn als die verhalen ook gelezen kunnen worden. Maar daar is ook Ed Zero voor. Een mooi initiatief van Mike Jansen. Die ook hele mooie verhalenbundels uitgeeft in de bundels met In de Polder. Waarvan Po in de Polder de nieuwste is. Ja. Ik draag nog steeds de Stichting Fantastische Vertellingen een warm hart toe. Die ook voor heel veel schrijvers een publicatiemogelijkheid biedt. En helemaal tijdschriften en bundels uitbrengt. Ja. Ik ben heel erg blij dat de NCSF weer wat meer actiever wordt en een tijdschrift uitbrengt en conventies organiseert. Ja. En ik denk ook dat er heel veel moois gebeurt op Facebook. Dat er fans zijn die zeggen, ik ga een Facebookgroep starten, ook over fantasy en science fiction. Juist om ook de Nederlandse schrijvers meer bekendheid te geven. Ja, jij bedoelt bijoorbeeld die van John van Hal. Ja, de science fiction en fantasy boekenclub. Ja. Ja, en dan merk ik over, oh, maar dan komen gesprekken tot stand. Daar vinden discussies plaats. Ja. En ik merk gewoon dat als ik zelf dingen organiseer en bundels samenstel, dat gewoon genoeg kwaliteit te vinden is in het Nederlandse taalgebied. Ja. Om zo'n bundel als Voorbij de Storm te vullen. Dus er is gewoon heel veel. En ik denk ook dat er een klimaat is dat mensen die enthousiast zijn gewoon hele mooie nieuwe dingen kunnen opzetten. Ik zie het ook als positieve ontwikkeling dat jij bijvoorbeeld filmpjes bent gaan maken. En dat Marleen een YouTube kanaal is begonnen. En dat een schrijver als Joachim Heindermans, die veel in het Amerikaan uit Amerika en lang in Amerika heeft gewoond en hij heel veel heeft gepubliceerd. Van wie een van zijn verhalen in de Netflix-serie Love, Death and Robots is verfilmd. Ja. Ja, die doet ook gewoon mee met schrijfprojecten in Nederland. En denk, nou, dan hebben we toch een mooi ecosysteem al dat hij ook daar zijn verhalen wil publiceren. Ja,
Ja. En ik, ja, eigenlijk gebeurt er al heel veel moois in Nederland. En dan denk ik, ja, maar er zijn heel veel schrijvers die zeker niet voor een Joachim Heindermans onderdoen. Maar het laat al wel zien dat kennelijk verhalen in het Engelse taalgebied in Amerika vaker mensen bereiken in de media of op posities waar mensen zoeken naar dingen om te verfilmen dan in Nederland. Ja. Want ja, dat nog, ik zie dat in Nederland nog niet snel gebeuren. Nee. Nee, sowieso in de Nederlandse filmwereld. De Nederlandse filmwereld gaat dat niet oppakken. Nee. Dat, dus ik... ik ben er zeker trots op dat dus een Nederlandse schrijver dat voor elkaar heeft gekregen toen hij in Amerika woonde. Ja. Maar het is niet altijd per se dat zijn kwaliteit per definitie beter is dan wat andere Nederlandstalige schrijvers maken. Ja, dat is hoopvol. Ja, dus ik zie... En ik zie ook heel veel nieuwe schrijvers, ook niet voor korte verhalen, die ook heel originele dingen doen. Ik weet dat schrijvers zijn die bezig zijn met een soort fantasy in een oud-Egyptische setting. Er zijn heel veel dingen die borrelen op de oppervlakte, waar een mooie Tom Kruijsen werkt aan een urban fantasy boek. Ja. Dus ook mijn opmerking dat heel veel fantasy behoorlijk standaard is in Nederland. Ik heb echt het vertrouwen dat het over een paar jaar anders is. Dat de nieuwe schrijvers die nu in ontwikkeling zijn, daar zie ik ook dat elan dat ze iets nieuws en vernieuwends willen brengen. Ja, ja. Nou, dat is wel inderdaad. Er zijn natuurlijk veel mensen gewoon lang bezig met verhalen. Ja. Waardoor misschien het er al wat aan het veranderen is wat we nog niet zien natuurlijk. Omdat die verhalen nog in de redactie liggen ergens. Ja. Ja. En ook de science fiction is in opkomst van de afgelopen 2 jaar. De serie van Quasis heeft daar natuurlijk ook aan bijgedragen. Ja. Maar nu ook Iceberg Books, dat een boek in vertaling uitbrengt, maar ook Nederlandse schrijvers een podium biedt. Zoals Frank van Dongen, die een geweldige trilogie heeft geschreven. Ik zie heel veel positieve ontwikkelingen. Ja. Dus ik ben ook helemaal niet fatalistisch over het genre in Nederland. Nee. Ik denk alleen van, nou, we zijn al een heel eind, maar er is nog veel meer mogelijk. Er is nog ruimte voor groei. Ja, er is zeker ruimte voor groei. Ja, denk ik ook. Ik zie ook dat er in Nederland veel verhalenbundels worden gepubliceerd. Ja. Ik weet niet of dat in het buitenland ook zo is, maar het valt me wel gewoon op. Ja. Is dat, vind je dat iets leuks? Is dat positief? Of? Ja, ja. Nou, dat gebeurt in het buitenland ook, alleen omdat het was vaak van kleiner publiek. Dus die bundels bereiken ook ons door al die filters niet. Ja. Die komen meestal niet in de American Book Center te staan. Maar ik lees zelf ook graag internationale verhalenbundels. En ik denk dat het heel erg leuk is voor de lezer. Ik vind het als lezer leuk. Er zijn andere mensen die houden minder van korte verhalen. Maar dat mag. Als lezer ontdek ik er nieuwe schrijvers door. Ja. Omdat je makkelijk kennis maakt met andere schrijvers. En op basis van een kort verhaal kunt zeggen, oh, maar als hij een lang verhaal uitbrengt voor een man, wil ik dat ook lezen. Ja. Omdat je iemand schrijfstijl en ideeën al wel kunt afmeten aan korte verhalen. Ja. Ja. En het is heel mooi dat zo ook beginnende schrijvers een podium krijgen. Ik weet nog dat dat ik een kort verhaal van mij werd gepubliceerd in de Ganymedes. Nou, dat was een boost voor mijn zelfvertrouwen als schrijver. Ja. Ja, dan kreeg ik eens geloof in dat ik het ook echt kon. Ja. Dus die rol vervullen verhalenbundels ook. En het is een uiting van creativiteit. Ja, nou, ik vind het ook leuk inderdaad dat het geeft je een kans om gewoon veel schrijvers even kort te leren kennen. Ja. Dat je een beetje een indruk hebt van wat wordt er eigenlijk geschreven allemaal. Ja, en het biedt de kans voor hele leuke creatieve projecten, zoals bundels geïnspireerd door Edgar Allan Poe of Lovecraft, dat schrijvers ook eens buiten de gebaande paden kunnen treden en zichzelf ook kunnen uitdagen om iets anders te schrijven dan dat ze normaal schrijven. Ja, ja, leuk. Dus ik ben daar heel groot fan van. Ja, ja, jij geeft ze zelf op. Ja, ik stel zelf ook bundels samen. Ik ben heel erg blij dat Theo Barkel van uitgeverij Mac zoveel vertrouwen in mij heeft dat hij mij ook bundels laat samenstellen die hij dan wil uitgeven. Want de hele uitgeefkant, dat is niet aan mij besteed. Maar ja, ik vind het heel erg leuk om schrijvers bij elkaar te brengen voor zo'n gezamenlijk project. Ja, project over klimaatverandering als Voorbij de Storm. Maar soms ook een heel bizar project als De Bar met de 1000 Deuren. Ja. Die dit jaar gaat uitkomen over een bar tussen de universa in. Waar maar één persoon kan komen uit elk universum. Ah. Namelijk Paul en al zijn tegenhangers. En daar heb ik ook 25 schrijvers voor kunnen vinden die daarover wilden schrijven. En dat wordt ook heel erg leuk. Wat leuk, ja. Ja, ik heb Voorbij de Storm, die bundel heb ik gekocht. En daar heb ik niet alle verhalen van gelezen, moet ik zeggen, maar wel een groot aantal. Zeker van de schrijvers waarvan ik dacht, die heb ik al een paar keer voorbij zien komen. Die wil ik eens hebben wat van lezen. En dat vond ik inderdaad erg leuk. Hele leuke verhalen staan erin. Ja. Tof, gewoon. Ja, ja, en we zijn ook begonnen aan de tweede bundel. Met voor een deel dezelfde schrijvers, maar ook voor een groot deel andere schrijvers.
Die gaat verder voorbij de storm heet. Ja. En daar, ja, want het onderwerp klimaatverandering blijft helaas nog, voorlopig nog heel erg actueel. Ja, ja, ja. Ja, leuk. Leuk dat je dat doet. Ja, ik denk ook van als schrijver, als, ja, ik vind schrijven, als schrijver heb je ook een belangrijke rol ja. In de maatschappij door onderwerpen te agenderen en op de kaart te zetten. En al helemaal als science fiction schrijver denk ik niet dat je om die sociale ontwikkelingen heen kunt. En het is een beetje een lastige vraag dit, maar ik ga hem toch stellen. Wat vind jij nou de Nederlandse genre schrijvers die je gewoon goed vindt? Dit is altijd lastig om te beantwoorden, maar welke vind jij echt tof? Dat is een hele leuke vraag. Er zijn gelukkig een heel aantal schrijvers die hele goede kwaliteit leveren. Ik vind bijvoorbeeld Jasper Polane altijd heel erg interessante boeken schrijven. Okay. Die wel in het new weird fantasy hoekje vallen en niet goed in een hokje te passen zijn. Heel erg verbeeldingsvol. Okay. Die lees ik altijd graag. Een recent boek wat ik heel erg goed vond was van Philip Kamerman, De Schreeuw van de Griffioen. Ja. Een geweldig fantasy verhaal in, wat zich afspeelt in prehistorisch België. In België in de tijd van de Romeinen. Wat ik fantastisch geschreven vond en heel erg spannend. Ik geniet heel erg van de urban fantasy van Petra Doom. Een Vlaamse schrijver. Daar ook heel goed geschreven verhalen met een verrassend plot. En van Mirjam Burgermans, als ik dat goed zeg, haar young adult serie, de Slaves serie, vind ik ook heel erg fris geschreven en een originele dystopische wereld. Dus daar lees ik ook graag elk boek van dat uitkomt. Oké. Okay. En ja. En meer op sci-fi gebied? Ja, science fiction is wat kleiner in Nederland, dus er zijn er wat minder mensen die daar bovenuit steken. Maar Roderick Leeuwhard timmert hard aan de weg. Eigenlijk zijn alle boeken van de Zwijgende Aarde-reeks, dus vind ik heel erg goed. Ja. Maar daar kan ik niet altijd veel reclame voor maken, want daar heb ik zelf ook een boek van geschreven. Dus dat is een beetje verdacht. Maar Roderick Leeuwhard is duidelijk iemand om in de gaten te houden. En Frank van Dongen, die nu net is gepubliceerd bij Iceberg Books, zijn serie, daar heb ik nu het eerste boek van gelezen. Dat begon in ieder geval ook al heel erg veelbelovend. Ja, oké. Okay. Die zal ik zeker in de gaten blijven houden. Leuk. En Thijs Steen en Jaap Boekenstein, een Ziltpunk-bundel, is ook aan te bevelen. Geen nieuwe schrijvers, maar ze wel vol verbeelding en ideeën waar in Nederland centraal staat. Ja. En waar elke pagina minstens 3 nieuwe ideeën bevat. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Nou, cool. Ik hoor echt dingen die ik nog niet, of mensen die ik nog niet kende. Dus dat is leuk. Mijn te lezen lijstje wordt weer langer. Dat is aan de ene kant altijd leuk, maar ik ken het gevoel van frustratie. Want ik wil nog zoveel boeken lezen. De nog te lezen stapels naast mijn leesstoel beginnen steeds groter te worden. Ja, ik stapels ook gewoon niet op. Oh ja, dat is wel beter. Dus daarom is het heel vaag hoeveel er zijn, maar het zijn er wel veel. Dus er zijn heel veel Nederlandse schrijvers en Vlaamse schrijvers die heel veel kwaliteit bieden. Maar nog als laatste, dat ik denk, je hoort vaak dat mensen die fantasy en sci-fi schrijven in Nederland, zo van, is het dan niet slimmer om het gewoon te vertalen of direct in het Engels te schrijven en in het Engelse taalgebied te gaan werken? Hoe denk jij daarover? Ik weet dat er heel veel schrijvers zijn die dat doen. Ik zelf doe dat niet en daar heb ik ook wel redenen voor. Ten eerste dat ik kan schrijven in het Nederlands, dat is mijn moederstaal en mijn Engels is best wel oké. Maar als ik in het Engels zou schrijven, zou ik wel nuances missen die ik in het Nederlands wel in kan leggen. Ik denk ook dat het vertalen van je werk en dat via Amazon verspreiden in de wereld lastig is, want de Engelse markt is groter, maar er zijn ook veel meer schrijvers. Ja. En hoe vind jij als self-publishing zonder grote uitgever en zonder agent in het Engelse taalgebied een markt? Ja. Ik heb er ook twijfels bij dat een, voor jou als Nederlandse schrijver een veel groter afzetgebied zou zou opleveren. Ik denk er ook zo over, want ik heb natuurlijk ook wel gedacht van, zal ik het ook gaan doen? En ik bedoel, ik moet mijn boek nog eerst maar eens in Nederland zien aan te geven. Maar het lijkt me toch interessant. Maar ik denk ook, ja, en hoe dan? Vertalen, oké, je huurt iemand in voor heel veel geld of je doet het zelf en het kost heel veel tijd. En dan moet je nog een keer opnieuw beginnen met de marketing, zeg. Ja, nou ja, precies. Want niemand kent jou nog in het Engels. Dat is ook een argument. Ja. Mijn publiek, als ik het meeste moet hebben van mijn social media en wat ik daar deel en van de interviews die ik geef. En dat is allemaal gericht op het Nederlands publiek.
Ik heb geen netwerk in het buitenland van mensen die geïnteresseerd zijn in mijn boeken. Ja. Als mijn boeken vertaald zouden worden en via een uitgever zouden uitkomen in het buitenland, zou ik daar heel erg trots op zijn en alles voor doen om dat te stimuleren. Maar als dat eigenlijk als self-publisher in een ander taalgebied dan je eigen taalgebied op de markt proberen te brengen, ik denk niet dat daar voor mij een toegevoegde waarde in zit. Ja. Maar er zijn schrijvers die dat doen en daar enthousiast over zijn. En misschien is dat omdat ze zelf heel veel lol aan beleven. Want ik heb geen zicht op wat ze dan verkopen. Maar als mensen dat willen doen, dan moeten ze dat doen. Ja. Ik heb er wel vraagtekens bij. En ik zal het dus zelf niet doen. Ik snap wel dat sommige mensen voor korte verhalen in het Engels schrijven en naar Engelstalige tijdschriften bieden. Ten eerste omdat die betalen voor verhalen en waar meer dan Nederlandse tijdschriften. En omdat er meer mogelijkheden zijn voor publicatie. Ja. Vooral als je wat meer obscure genres schrijft en vormen van horror. Dan zijn veel meer publicatiemogelijkheden ook voor korte verhalen in de Engelstalige tijdschriften. En ook mensen als Thijs Steng publiceren nu veel in het Engels. En Bo Balder, Nederlandse schrijfster, die is behoorlijk succesvol in Engelse science fiction tijdschriften. Ja. Dus dat kan wel. Maar ook daar merk ik dat ik niet goed genoeg vertrouw in mijn vermogen om in het Engels te schrijven, om dat zelf te doen. Ja. Dus ik blijf lekker in het Nederlands schrijven en publiceren op de Nederlandse markt. Nee, ik vind het ook. Maar want het is natuurlijk altijd een beetje de vraag van, willen we het Nederlandse genre stimuleren? Of is het slimmer om, weet je wel, dan maar in het Engels te gaan uitgeven? En ik heb zelf ook gekozen om in Nederland te schrijven. Omdat ik denk, ja, ik heb ook die nuance beter in het Nederlands dan in het Engels. Goed, ik heb hier ook niet het antwoord. Maar ik denk gewoon dat het... Ik vind het nog steeds een interessante overweging om het misschien ooit te gaan doen erbij. Ik ben heel benieuwd hoe het voor andere schrijvers werkt. Ik heb er dus zelf geen ervaring mee. Ja. Maar ik weet ook gewoon dat mijn eigen Engels... ik zou dan ook moeten investeren in vertaling en mensen die dat controleren. En voordat je volgens mij die kosten eruit hebt vanuit wat je verkoopt op de Engelse markt, dat duurt volgens mij een tijd. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou ja, het is altijd goed om te onderzoeken. Maar... Ja, nou, het zou mooi zijn als de kwaliteit van Nederlandse verhalen zo zou zijn dat eigenlijk Engelstalige uitgevers staan te springen om... boeken van Nederlandse schrijvers te vertalen. Ja. Zoals je tot de Chinese science fiction doorbreekt, omdat het steeds meer zijn Chinese verhalen vertaald worden. Waar wij in zo'n kwaliteit uit Nederland moeten gaan genereren dat ze bij ons komen aankloppen in plaats van dat wij op pad moeten. Dat zou ideaal zijn. Nou ja, maar daarvoor hebben we toch eerst nodig dat het Nederlandse genre natuurlijk gewoon echt lekker goed gaat doen. Dat is ook aan de schrijvers. Ik hoop dat veel schrijvers zichzelf gaan uitdagen en gaan zoeken naar die plekken waar nog niet iets geschreven is. Die fantasiewerelden en die verhaalideeën die nog niet 20 keer gedaan zijn door andere schrijvers. Ja. En dat mensen ook zich echt gaan verdiepen in wat nou een goed verhaal maakt. Ja, ja. Wat is jouw volgende uitdaging? Mijn volgende uitdaging is de roman die ik binnenkort ga beginnen te schrijven. Waarbij ik eigenlijk voor het eerst in een locatie met veel mensen een verhaal wil schrijven. Okay. Ik heb heel wat verhalen waarbij je karakters in een klein groepje op pad sturen of naar een afgelegen locatie. Maar ik wil nu een verhaal gaan schrijven dat zich afspeelt op een ruimtestation vol mensen waar vluchtelingen van verschillende plekken in het zonnestelsel samenkomen. En waar de politieke en sociale spanningen... voor het verhaal zorgt. Voor mij is een verhaal met eigenlijk veel karakters die met elkaar in interactie aangaan. Dat is een hele leuke uitdaging, wat ik eigenlijk nog niet veel eerder met verschillende perspectieven over? Voorlopig één perspectief. Maar ik heb het is nog niet 100% uitgekristalliseerd, dat verhaal. Nou, ik ben benieuwd waar je naartoe gaat. ik heb nu wel weer nog een beter beeld van het genre in Nederland. En... mooi om te zien hoe jij erover denkt. Ja, en het is natuurlijk maar een mening. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe andere mensen denken over... Inderdaad. Als je nou hier ook een mening over hebt, dan mag gewoon. Dan kun je die altijd achterlaten in de reacties hier onder de video. Vind ik heel erg leuk. Vindt Johan ook heel erg leuk. Praten we daar gewoon lekker verder met iedereen. Dankjewel voor het komen. Fijn dat we het hierover konden hebben. Ja, leuk om er te zijn. Jij bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer weer.